Als je gewoon op een felverlicht plein staat. Want sommige van die hemellichamen die geven gelukkig voldoende licht. Deze mooie foto is gemaakt van de maansikkel. Aan het begin van de avond zie je soms zo'n mooi klein maansikkeltje stralen. Met de heldere planeet Venus daar vlakbij. Venus is in deze periode niet zo goed zichtbaar. Dat komt later van het jaar wel weer. Maar als je een beetje in de gaten houdt wat er zichtbaar is aan die sterrenhemel, dan zie je die maan en die planeet soms dicht bij elkaar staan. Een prachtige samenstand noemen we dat. Leuk altijd om je te realiseren dat dat natuurlijk maar schijnbaar is, hè? Want de maan staat heel dichtbij. Nou ja, 400.000 kilometer, dat is niks voor een sterrenkundige. En Venus die staat meestal op tientallen miljoenen kilometers afstand. Dus dat is een enorm verschil, maar je ziet ze soms ongeveer in dezelfde richting. En met een simpele camera, zelfs met de camera van je telefoon, kun je daar vaak hele mooie foto's van maken. En als je dan echt op een donkere plek staat, dan is de sterrenhemel te zien. En ik heb hier een foto meegenomen van een stukje sterrenhemel zoals die in deze tijd van het jaar zichtbaar is. De wintersterrenhemel. Want oh ja, dat ben ik nog even vergeten te zeggen. Als je thuis wilt raken aan de sterrenhemel, dan lukt dat niet zomaar binnen een paar nachten. Nee, daar heb je een jaartje voor nodig. Want elk seizoen heeft zijn eigen sterrenbeelden. De aarde draait in één jaar tijd om de zon. En het deel van het heelal wat we van de zon afgericht goed kunnen bestuderen, dat verandert dus in de loop van het jaar. Kijk eens op deze foto. Iets rechts van het midden zie je een heel opvallend sterrenbeeld. En dat is het sterrenbeeld Orion. En het wordt gekenmerkt door drie sterren vlak bij elkaar, keurig netjes op een rijtje. Boven die drie sterren zie je twee sterren wat wijder uit elkaar. Onder die drie zie je twee sterren ook wat wijder uit elkaar. En je hebt een mooie zandlopervorm van opvallende sterren. En dit sterrenbeeld is een van de beroemdste die je 's winters kan zien. En de komende weken moet je gewoon om een uur of 10... De avondklok is dan al een uurtje aan het werk, dus je hebt langzamerhand krijg je zin om weer even een frisse neus te halen. Stap je balkon op of stap je tuin in en kijk in de richting van het zuiden. En om 10 uur 's avonds zie je dat sterrenbeeld heel mooi aan de hemel staan. En zo kun je proberen thuis te raken aan de sterrenhemel. Een ander bekend sterrenbeeld, wat heel veel mensen natuurlijk wel kennen, dat is de grote beer. Dat zien we op dit plaatje. En dat is die beroemde steelpan. Je ziet het hier links in beeld. Dat mannetje die staat er rechtsonder. Die vier sterren vlakbij dat ventje, die vormen de diepe pan. En dan linksboven daarvan de kromme steel van die steelpan. En ik heb dit plaatje meegenomen omdat het je laat zien hoe je thuis kunt raken aan de sterrenhemel. Want kijk eens naar die twee sterren van die pan die het dichtst bij die hand van die man zitten. Die sterren die wijzen naar rechtsboven. En als je die richting een beetje doortrekt, een beetje verlengt, kom je weer bij een heldere ster uit. En dat is de Poolster. En die kent iedereen van naam. En hij is niet voor niks zo bekend, want het is een hele belangrijke ster om de plaats op aarde en je oriëntatie voor elkaar te krijgen. Want die Poolster van ons, die staat altijd precies in het noorden. Dus als je via de grote beer de Poolster hebt gevonden, dan weet je exact, oh, daar is het noorden. En dan weet je daarmee ook de andere windrichtingen. En zo konden mensen vroeger ook op de sterren varen. Nou, waarom verandert die Poolster niet van plaats? Omdat die precies boven de draaiingsas van de aarde staat. Oh, hier heb ik trouwens nog even een klein leuk dingetje. Die steel van de grote beer, hè? Die drie sterren in die steel. Kijk eens naar de middelste ster daarvan. Als je goede scherpe ogen hebt, dan zie je dat dat een dubbelster is. Dat zien we op deze foto uitvergroot. Twee sterren die dicht bij elkaar staan, maar je kunt het zonder telescoop zien. Mensen met een goed scherp gezichtsvermogen die zien dat de middelste ster in de staart van de grote beer dubbel is. Terug naar die Poolster. Die staat in het verlengde van de draaiingsas van de aarde. En als de aarde ronddraait, dan zien wij vanaf die ronddraaiende aarde, zien we de sterren rondom die Poolster bewegen. En als je een opname maakt met een hele lange belichtingstijd, zoals op deze foto, dat is niet zo makkelijk als het eruit ziet hoor, maar sommige mensen zijn er heel goed in, dan zie je die draaiing van de sterrenhemel. En dan snap je meteen dat de sterren ook in de loop van de nacht van positie veranderen. Een ander bekend sterrenbeeld, en nu komen we er bij een waarvan niet iedereen weet waar je hem kunt vinden, dat is het sterrenbeeld de stier. En ik heb hem meegenomen, dit plaatje, omdat de stier een van die 12 bekende sterrenbeelden van de dierenriem is. Sommigen van jullie thuis zeggen misschien wel, oh, dat is mijn sterrenbeeld. Ja, dat klopt. Als je in het goede seizoen geboren bent, dan ben je een stier, net zoals ik een boogschutter ben. Maar niet iedereen weet
dat die sterrenbeelden van de dierenriem, je eigen sterrenbeeld, dat je die soms ook 's nachts aan de hemel kunt zien. En de stier, ja, je bent een stier als je ergens in de zomermaanden geboren bent. Ik weet niet precies wanneer. Maar het sterrenbeeld bekijken moet dan juist ongeveer een half jaar later. Dus dit is ook typisch een wintersterrenbeeld. En kijk eens daar boven in beeld. Dat hele kleine groepje sterretjes, een soort wolkje van sterren. Het lijkt op een piepklein steelpannetje, maar dat is het zevengesternte. En ook dit kunnen we in deze periode van het jaar heel goed zien. Nou, er zijn veel leuke dingen waar je aan kunt verlustigen, zou ik bijna zeggen, als je naar de sterrenhemel kijkt. En dat is bijvoorbeeld dat niet alle sterren dezelfde kleur hebben. Dat is niet zo makkelijk te zien, want onze ogen zijn 's nachts niet zo gevoelig voor kleur. Er is een spreekwoord, dat zegt ook niet voor niks, in het donker zijn alle katjes grauw. De kleur lijkt uit het landschap weggetrokken te worden als er weinig licht voorhanden is. Maar sterren zijn best fel en als je er eenmaal op let, dan kun je zien dat de ene ster wat geliger is en de andere wat meer oranje. Een derde of vierde ster is wat witter of soms wat blauwer van kleur. En daaraan kun je zien dat de sterren ook verschillende temperaturen hebben. Goed, heel veel te zien dus aan de sterrenhemel. Maar zoals Jetsen al zei in de inleiding, en dat is het thema van vandaag, het wordt ons helaas een beetje moeilijk gemaakt in Nederland door die enorme lichtvervuiling. Je ziet hier een mooie langbelichte foto van de sterrenhemel. Een molentje op de voorgrond. Ik geloof dat deze opname door Johan van der Wielen is die gemaakt. Die is gemaakt in de Weerribben. Maar je ziet ook laag boven de horizon al dat licht. En dat is niet de schemering. Nee, dat is het kunstlicht van onze beschaving. Dat is het licht van verkeerspleinen en steden en kassen en noem het allemaal maar op. En dat haalt natuurlijk het zicht op de sterrenhemel weg. Nou, vanuit een baan om de aarde kun je dat heel goed zien. En ik neem jullie mee op een klein filmpje, een kort filmpje. Ik denk dat hij hier automatisch begint, ja. En Roelof zal zometeen een nog veel spectaculairder filmpje laten zien van dat nachtbeeld van de aarde. Maar hier kijken we even naar het beeld gemaakt door een satelliet. Een satelliet op grote afstand rond de aarde. Het geluid hoeft er niet bij trouwens, even voor de techniek. Ik vertel er zelf al wat bij. Vliegt over de aarde. Die foto's van die kunstmaan zijn aan elkaar geknoopt. En je ziet de dorpen en de steden zie je oplichten aan de donkere kant. Nou, hier kijken we over Italië en dan heb je een beeld van Nederland. En je ziet dat daar, door de grote bevolkingsdichtheid, dat daar de lichtvervuiling natuurlijk ook veel en veel erger is. Het is ook bijzonder om te zien wat je daar allemaal aan kunt zien. Op sommige plekken is er heel weinig lichtvervuiling. Dan zie je maar een paar kleine stipjes in de woestijn. Misschien een kleine nederzetting of een vuurtje of weet ik veel. Andere plekken zijn juist uitgesproken verlicht. Zoals hier langs de oevers van de Nijl, waar alle bebouwing en alle agrarische activiteit is. Saoedi-Arabië, ook langs de kust in de oliegebieden. En kijk in de Persische Golf, daar zie je het licht van de boordplatforms. Dus ook de menselijke activiteit is op die manier heel goed zichtbaar. Hier, kijk eens, Noord-India en dat donkere deel daarboven. Ja, dat is het Himalaya-gebergte. Daar wonen niet zoveel mensen, daar heb je geen lichtvervuiling. Hier zien we een deel van Japan. En kijk, dit is mooi, die grote lichtvlek in het midden van het beeld is Zuid-Korea. En je zag dat Noord-Korea, dat daar een heel ander gebruik van nachtelijke verlichting is. Australië, meeste licht wat we daar zien is niet kunstlicht van steden, maar zijn natuurbranden. Die komen daar heel veel voor, dus dat zie je natuurlijk ook. En hier zie je heel mooi dat de oosthelft van de Verenigde Staten veel en veel dichter bevolkt is dan de westhelft. En zo geven we op die manier een soort beeld van de aarde vanuit de ruimte in het donker en realiseren we ons hoe weinig we eigenlijk nog maar overhouden om daarvan te kunnen zien. Een wereldkaart met die lichtvervuiling ziet er zo uit. En als we inzoomen op Europa, dan is duidelijk te zien dat met name Nederland, zoals Jetsen al zei, een van de meest lichtvervuilde gebieden is. Ja, je kunt dat in kaart brengen en die actie die gaat gebeuren door zelf lichtvervuiling te meten, die levert ook zo'n kaart uiteindelijk op door overal te kijken hoe donker het is. En hier zie je dat rode gebied in het Westland, in de buurt van Den Haag. Dat is het gebied waar heel veel tuinbouw is en waar de kassen 's nachts verlicht worden om de gewassen beter te laten groeien. Ja, overdag ziet dat er zo uit, maar 's nachts geeft dat natuurlijk een enorme hoeveelheid licht en verstoort dat onze blik op de hemel. En als de mensen hier in Noord-Nederland, we doen deze presentatie vanuit Groningen, vanuit het Forum in Groningen. Als in Noord-Nederland iedereen denkt, ha, dat is de Randstad met al zijn lichtvervuiling. Nou, dat
dat komt steeds naderbij. Want deze foto boven in beeld is gemaakt in de buurt van Emmer-Compascuum. En daar heb je ook een groot nieuw kassengebied, wat ervoor zorgt dat de nachthemel al helemaal niet meer zo helder is als we gewend zijn. Erica, ooit een hele donkere plaats in het gebied in Drenthe, wordt nu 's nachts het duister eigenlijk ontnomen. Ja, dat is natuurlijk een probleem, want het liefst zouden wij onszelf zien als iemand op aarde die geniet van de pracht van de sterrenhemel en van de Melkweg. Maar in werkelijkheid komt het er helaas vaak op neer dat wij iemand zijn in een door lichtvervuiling aangetaste omgeving. En u snapt wel met mijn verhaal, wat ik vertelde over wat er allemaal aan de hemel zichtbaar is, dat dat een gemis is. Dat we heel veel dingen niet meer kunnen zien. En ik wil nog een paar voorbeelden noemen die wij in onze sterk lichtvervuilde omgeving niet meer zo snel aan de hemel zien. Kijk, deze foto bijvoorbeeld, hij is niet in Nederland gemaakt, dat ziet u wel in die bergen. Maar het is een verschijnsel wat vanuit Nederland vaak zichtbaar is. Dat hele ragfijne maansikkeltje. En dan zie je dat het onverlichte deel van de maan toch ook nog zichtbaar is. Het zogeheten aardlicht. Maar ja, als je in een sterk lichtvervuilde omgeving staat, is dat niet zo goed zichtbaar. Maar probeer het begin februari eens. Dan is het weer net, half februari ongeveer. Dan is het net weer nieuwe maan geweest. Dan is die maansikkel 's avonds weer zichtbaar. Dan kun je dat goed zien. De maan is trouwens natuurlijk altijd heel erg mooi om naar te kijken. Ook als je wel last hebt van lichtvervuiling. Een volle maan, zoals we over een week weer hebben, op de 28e, zeg ik even uit mijn hoofd. Altijd heel licht. En is het u wel eens opgevallen dat die maan, als die net boven de horizon is verrezen, dat die extreem groot lijkt? Het klinkt gek, maar dat is gezichtsbedrog. Dat is gewoon echt niet waar. Als je een muntje erbij pakt en je houdt een klein muntstukje tussen duim en wijsvinger, je strekt je arm en je vergelijkt met één oog dicht hoe groot dat muntje is vergeleken met de maan. En je doet dat midden in de nacht weer, als die hoog aan de hemel staat, dan zie je dat die maan precies even groot is. Dus het is gezichtsbedrog, omdat we de maan in één beeld tegelijk zien met bekende verschijnselen aan de horizon. Hier heb ik nog een foto van een mooie planeetsamenstand. Planeten die, zoals eind december hadden we dat met Jupiter en Saturnus, valt altijd heel erg op. Maar dat zijn de heldere verschijnselen die we kunnen zien. En het mooiste is natuurlijk als we ook gebruik kunnen maken van de duisternis. Hier nog een planeet die heel dicht bij de maan staat, bijna door de maan wordt bedekt. Allemaal zeldzame verschijnselen. Maar het liefst bekijken we natuurlijk die verschijnselen die alleen maar te zien zijn als het donker is. Bijvoorbeeld vallende sterren. Ja, ik weet het. Soms komt er een groot brokstukje uit het heelal naar beneden. En hebben we een heldere vuurbol aan de hemel. Prachtig verschijnsel. Dat zie je ook vanuit de grote stad. Maar de zwakkere vallende sterren, en daar zijn er veel meer van, die zie je alleen vanaf een hele donkere plek. De aarde beweegt dan in zijn baan om de zon door een wolk van kosmische stofdeeltjes. Die stofdeeltjes komen in de dampkring terecht. Ze verdampen allemaal in de atmosfeer. Ze brengen de luchtmoleculen aan het gloeien. En je ziet zo'n regen van vallende sterren. Een prachtig gezicht. Hier zie je zo'n heldere vuurbol. Dat is echt zeldzaam. Dan moet je geluk hebben. En dan kan er af en toe wel eens een meteorietsteentje op aarde terechtkomen. Maar dat is echt heel erg zeldzaam. Maar gewone vallende sterren, ja, dan moet je precies op een donkere plek zitten en precies in de goede periode van het jaar. En als je eenmaal op een donkere plek zit en je geniet van de sterrenhemel, dan zie je niet alleen die snelle vallende sterren, maar je ziet ook hele trage lichtjes langs de hemel bewegen. Kunstmanen. Satellieten in een baan om de aarde. En de streep op deze foto is de helderste kunstmaan die we kennen. Het internationale ruimtestation ISS. Als je in de gaten houdt via speciale websites en apps die daarvoor bestaan, dan kun je precies alert een melding krijgen wanneer het ISS boven jouw plek weer overkomt. En dan zie je 's nachts dat ruimtestation langstrekken als een hele heldere ster. En dan weet je, daar zitten mensen aan boord die terugkijken naar die licht vervuilde aarde. Die zien onder zich die gebieden die we het net in beeld kregen. Ja, en de Melkweg. Ik liet hem eerder al even zien. Maar dit is een zeldzaam verschijnsel aan het worden aan de sterrenhemel. Ik weet, toen ik een klein jongetje was, ik groeide op in de buurt van Utrecht. Een dorpje onder de rook van Utrecht, zou je kunnen zeggen. Maar 's nachts kon je gewoon naar buiten in de tuin en dan zag je de Melkweg aan de hemel. En tegenwoordig, zeg ik met een beetje triestigheid in mijn stem, tegenwoordig groeit er dus een hele generatie kinderen op die de Melkweg nog nooit gezien hebben. Want je moet echt op een donkere plek staan om die zo mooi te kunnen aanschouwen.
Nou is het leuke, als je op die donkere plek staat en je wil iets meer van de sterrenhemel zien, dan heeft bijna iedereen daar een hulpmiddeltje voor in huis. En dat is een hele gewone verrekijker. Dit is eigenlijk maar een kleine, maar sommige zijn ze misschien wat groter. Of misschien heb je een vogelkijker thuis. En die gebruik je bijvoorbeeld om, zoals Jetse dat blijkbaar doet, om naar vogels te kijken. Of op vakantie om verre gebouwen of zoiets, of bergen in beeld te krijgen. Maar je kunt zo'n verrekijker uitstekend gebruiken om de sterrenhemel te bekijken. En ja, ik kan heel even korte tijd nemen om iets te vertellen over hoe je dat het beste doet. Als je een bril draagt, zoals ik, dan zet je die af wanneer je naar de sterren kijkt. Want je wil geen strooilicht in je ogen, dus je wil die verrekijker goed tegen je oogkassen aan kunnen duwen. Je kunt hem een beetje bewegen, en dat is belangrijk, omdat niet ieders ogen even ver uit elkaar staan. Dus je stelt hem zo in dat het precies goed voelt. En dan weten we natuurlijk allemaal, er zit een knop in het midden om de verrekijker scherp te stellen. Ik zal mijn bril even weer opzetten, anders kan ik jullie niet meer zien. Maar dat is wel belangrijk, die knop die beweegt beide ooglensjes tegelijkertijd. En jouw ogen, zeker als je je bril af hebt, die zijn natuurlijk niet allebei precies dezelfde sterkte. Dus wat je doet eerst je rechteroog dicht. Je kijkt met je linkeroog door de verrekijker. Je draait aan het beeld tot het helemaal scherp is. Dan doe je je linkeroog dicht, je kijkt met je rechteroog en het rechterringetje kun je verdraaien. Veel mensen weten dat niet, maar daarmee kun je de correctie voor je rechteroog instellen. En zo kun je overdag een verrekijker perfect goed instellen op een verre hoogspanningsmast of zo, zodat hij een heel rustig scherp beeld geeft. Dan leg je hem even weg en als het 's nachts donker is, dan richt je hem op de sterrenhemel. En wat je dan te zien krijgt, ik zal een paar voorbeelden nemen. De Orionnevel in dat sterrenbeeld wat ik eerder noemde. Een gaswolk waar op dit moment nieuwe sterren in ontstaan. Of het zevengesternte, heb ik ook al even genoemd in het sterrenbeeld Stier. Ook deze winter goed te zien als een klein nevelachtig wolkje van sterren. Maar met je verrekijker kun je geen zeven sterren zien, maar tientallen sterren. Echt een prachtig gezicht. Nou, dan heb je objecten die noemen we bolvormige sterrenhopen. Dan moet je een beetje weten waar je moet zoeken. Maar er zitten honderdduizenden sterren, honderdduizenden zonnen bij elkaar. En tot slot een nevelachtig vlekje wat wij kennen als de Andromeda-nevel. En dit is echt bijzonder. Bijna niet met het blote oog te zien. Of je moet precies weten waar je kijkt en hele goede ogen hebben op een heel donkere plek. Maar met een verrekijker lukt het goed. En dan kijk je naar een verzameling van honderden miljarden andere sterren op een paar miljoen lichtjaar afstand van de aarde. Nou, tot slot wil ik een paar dingen noemen die heel bijzonder zijn en zeldzaam te zien zijn, zoals kometen. We hadden er vorig jaar één aan de hemel. Komeet Neowise heette die. Hier een prachtige foto van die komeet boven een Nederlandse molen. Maansverduisteringen. Als de maan door de schaduw van de aarde trekt. Ja, dat zie je niet elke nacht. Maar als je een sterrenkundig jaarboekje raadpleegt of een website in de gaten houdt waar dat soort dingen gemeld worden, dan kun je getuige zijn van zo'n mooie bloedmaan, zoals dat wel genoemd wordt. Heel zeldzaam is het zodiacale schijnsel. Dat is vanuit Nederland bijna nooit te zien. Deze foto is op een grote sterrenwacht in Zuid-Amerika gemaakt. Het is een lichtgloed die je na zonsondergang aan de hemel kunt zien als een soort scheve driehoek van licht. En het is zonlicht wat weerkaatst op hele kleine stofdeeltjes tussen de planeten. Prachtig om het een keer te zien, maar dan moet je echt in een kurkdroge, hele schone en aardedonkere omgeving zitten. En iets vergelijkbaars geldt een beetje voor verschijnselen als lichtende nachtwolken. Af en toe in de zomermaanden ook vanuit Nederland te zien. 2 jaar geleden heel mooi zichtbaar geweest. Wie weet krijgen we ze komende zomer weer. Verschijnselen heel hoog in de aardatmosfeer, waardoor ze ook nog zonlicht vangen als het bij ons al donker is. En tot slot, echt iets wat bijna nooit iemand heeft gezien en wat je het mooiste nog misschien vanuit de ruimte kunt zien. Het poollicht. Ja, dit is vanuit Nederland zelden te zien en nooit zo mooi als op deze foto. Maar IJsland, Canada, Alaska, Scandinavië, daar is dit heel vaak waarneembaar. En dat is een verschijnsel wat veroorzaakt wordt door deeltjes van de zon. En zo hebben we in hele korte tijd een rondreis langs de sterrenhemel gemaakt. Ik heb jullie een aantal dingen verteld die we gewoon vanuit de lichtvervuilde omgevingen waarin wij wonen kunnen zien. Maar ook op dingen gewezen die heel bijzonder zijn als je echt op een donkere plek staat, ver weg van de lichtvervuiling. Maar ja, aan elke nacht komt een eind. En ik wil eigenlijk eindigen met het meest bijzondere verschijnsel in de sterrenkunde, wat namelijk niet 's nachts plaatsvindt,
maar overdag, heel zeldzaam, een totale zonsverduistering. En dan wordt het midden op de dag even donker. Als je dat eenmaal meegemaakt hebt, dan ben je vast net zo gefascineerd geraakt door de sterrenhemel als ik. En dan hoop ik dat ik hiermee jullie een idee heb kunnen geven van wat er allemaal boven ons hoofd zichtbaar is. Ik wil helemaal tot slot er even op wijzen dat in de bibliotheek of in je lokale boekwinkel dat er natuurlijk een heleboel hulpmiddelen bestaan. Ik heb vorig jaar samen met weervrouw Helga van Leur het boek Dag en Nacht gemaakt. Dat gaat over alles wat je overdag en 's nachts aan de sterrenhemel te zien krijgt. Met veel foto's waarvan er een aantal in deze presentatie zitten. En wil je meer weten over sterrenkunde als hobby? Nou, er is materiaal genoeg. En zo'n jaarboekje, er zijn er verschillende van in omloop. Zo'n jaarboekje vertelt je voor elke nacht van het jaar wat jij 's avonds tijdens de lockdown, zelfs als de avondklok geldt, vanuit je tuin, vanaf je balkon aan de sterrenhemel boven je hoofd kan zien. Roelof gaat jullie zometeen vertellen waarom het ook biologisch gezien slecht is dat we zoveel licht hebben. Ik heb jullie hopelijk iets meegegeven over waarom het zo jammer is dat we zoveel lichtvervuiling in Nederland hebben en niet meer zo kunnen genieten van die pracht van de kosmos. Dank voor jullie aandacht. Hartelijk bedankt, Govert Schilling. Ik geloof geen woord te veel gezegd over dat je op een onnavolgbare manier het enthousiasme over het heelal voor het voetlicht kunt doen. Ja, daar praat er niemand doorheen, hè? Nee, daar praat niemand doorheen. Heerlijk, zo'n leeg studio. Even kijken, we hebben een aantal vragen vanuit Platform F. En ik wil er even eentje voorlezen. Martin Schoenmaker, dank voor je vraag. Hoe krijgen we voor elkaar dat er wetgeving komt dat lichtstraling beperkt? En hoe zorgen we ervoor dat dit hier ook op toegezien wordt? Kassen moeten zich al afschermen volgens de wet, maar van naleven is geen sprake. Ja, het is goed dat je dat vraagt, Martin, want het is een heel groot probleem. Er zijn gelukkig in Nederland, dat ben ik nog helemaal vergeten te noemen, er zijn tegenwoordig 2 dark sky parks. Eentje ligt aan de oostkant van het Waddeneiland Terschelling. Het tweede ligt bij het Lauwersmeer, allebei in Noord-Nederland. En daar is dus afgesproken ook in lokale wetgeving vastgelegd dat daar niet heel veel kunstlicht mag gemaakt worden. Maar verder, het wordt alleen maar steeds erger en erger. En weet je wat het nadeel is? Een tijdje geleden toen konden we overheden er nog altijd op wijzen van het is zo zonde van het geld. Al die energie die je erin steekt in die nachtelijke verlichting. En daar waren ze dan wel gevoelig voor, want dan ging het om de portemonnee. Maar ja, tegenwoordig hebben we LED-verlichting, gebruikt bijna geen energie meer. Dus iedereen voelt zich weer vrij om net zoveel te gaan gebruiken als we maar willen. Eén keer in het jaar, eind oktober, is er altijd landelijk de Nacht van de Nacht, waarin verschillende gemeentes en overheden 's nachts de verlichting op openbare gebouwen doven. En dat is al een heel mooi initiatief. Ik zou willen dat dat altijd gebeurt. Ja. Ik heb trouwens van de week ook er al voor gepleit. Ik was eergisteren bij Met het Oog op Morgen. Van misschien moet de overheid nou ook eens bedenken dat met die avondklok, dat we dan na 9 uur ook geen licht meer nodig hebben buiten. Ja. Klopt natuurlijk niet helemaal. Dat is een van de vragen ook in de chat. Iemand nou ja, ik zie dat voorlopig helaas niet gebeuren. Nee, wat jammer. Ik vroeg mij af, al dat licht dat wij produceren, dat vliegt toch gewoon de kosmos in? Ik bedoel, waarom hebben we last van lichtvervuiling? Hoe kan het zo zijn? Komt het terug? Hoe zit dat? Ah, ja, dat is een hele goeie. Er zijn 2 redenen waarom wij last hebben van dat licht. Eerste is, dat merkt iedereen wanneer je op een donkere plek staat en er staat een lantaarnpaal te schijnen. Dat licht komt ook in je oog terecht en dat stoort gewoon jouw nachtaanpassing. Dus dat is, maar zou je zeggen, als er nou bovenop een gebouw een schijnwerper in de lucht in staat, kan je geen last van hebben. Behalve dat wij een atmosfeer hebben. Oh ja. En die dampkring van ons, ook als er geen wolken zijn, zit er een luchtlaag boven ons. En al die luchtdeeltjes verstrooien en weerkaatsen een deel van het licht. Dus het is gewoon de atmosfeer boven ons hoofd, die wordt van onderaf aangelicht. En daardoor krijg je een soort waas boven je, waardoor je de sterren niet meer zo goed kan zien. Als je op de maan zou staan, waar geen atmosfeer is, en je hebt boven je hoofd een schijnwerper die recht omhoog schijnt, heb je geen last van. Heb je geen last van. Oké. Okay. Ja, dat is helder. En ik als laatste vraag voordat we verder gaan met de presentatie van Roelof. Wat ik me nog afvroeg, met dat we zijn 200 jaar geleden zag iedereen iedere avond als het helder was de Melkweg en oneindig veel sterren. Een van de dingen die je noemde van de betekenis van die sterrenhemel was oriëntatie. Uh-huh. Had die sterrenhemel voor de bevolking destijds
op andere manieren een betekenis en een rol, omdat het toen veel helderder was. Ja, als je lang genoeg teruggaat en afhankelijk van welke cultuur je volgt, heeft dat langer of korter geduurd, was de sterrenhemel heel belangrijk voor onze tijdrekening kalender. We hebben nu een klok, een horloge, een smartphone, weet ik wat allemaal. Ja. Als je dat niet hebt, dan zie je aan de stand van de zon hoe laat het overdag is, maar 's nachts zie je dat aan de stand van de sterren. Moet je je voorstellen dat je hebt geen klokken, geen uurwerk, er zijn geen piepjes, je hebt geen telefoon, je wordt 's nachts wakker en je wil weten hoe laat het is. Ja, ik denk dat jij daar niet achter komt. Nee, zeker niet. Maar als je de sterren wel een beetje kent en je weet in welk deel van het jaar je zit, want je hebt de seizoenen ook alweer door de kosmos geregeld, dan kijk je naar buiten en zegt, Orion is al bijna aan het ondergaan. Nou, dan zitten we aan het eind van de nacht. Dus nu in deze tijd, in de wintertijd, is het ondergaan van Orion een teken van, nou, het is al bijna het einde van zeg de nacht. Even uit mijn hoofd. Jawel, ongetwijfeld door iemand gecorrigeerd worden. Maar, want ik kijk ook liever gewoon op een klok, moet ik zeggen. Maar je kan dus op die manier kun je de sterrenhemel heel erg als een klok en een kalender gebruiken. En ik denk het belangrijkste, dat vind ik misschien wel het mooiste wat wij echt een beetje aan het verliezen zijn, dat is dat die relatie met de kosmos, die vertrouwdheid met de sterrenhemel, dat geeft je ook een beeld dat wij een klein onderdeel zijn van een heel groot, bijna magisch of wonderlijk geheel. Ja. En dat stemt ook tot enige bescheidenheid en het stemt ook tot enige relativering. En ik denk dat dat iets is wat veel mensen aan het kwijtraken zijn en wat we misschien afgelopen jaar iets meer behoefte aan hebben gekregen en aan de sterrenhemel kunnen ontlenen. Dankjewel. Ik kom straks terug met natuurlijk nog meer vragen. Ook vragen van de mensen die via platform F ingelogd zijn. Ik wil eerst aan jullie professor Dr. Roelof Hut introduceren. En dat wil ik doen aan de hand van toch wel een anekdote. Want hoe vaak ontmoet je een gitaarspelende professor dokter in de chronobiologie die ook nog eens een keer een soort fascinatie heeft voor grondeekhoorns? Nou, ik niet. En het is een zeer plezante ontmoeting ook in de voorbereidingen. En Roelof kijkt op een volledig andere manier naar de wereld. Dat bleek ook al in ons voorgesprek. Ik wil dat even aan de hand van een soort anekdote aan jullie uitleggen. Bedenk je ongeveer, nou, laten we zeggen 2,5 jaar geleden. Het Forum was in aanbouw. Als ik op zo'n avond zelf in het centrum van Groningen was, op de Grote Markt, en ik had daar gestaan, na een avond stappen, redelijk aangeschoten, en dan is er maar één ding waar ik aan denk en wat ik zie. Ik weet niet of Roelof dat ook heeft, maar dan is het enige waar ik aan denk, de Febo en aan een patatje met. Nee. Maar Roelof heeft dat misschien ook wel een beetje, maar kijk dan vooral op een hele andere manier. Hij vertelde 2,5 jaar geleden dat hij, het Forum was in aanbouw en hij keek vanaf de Grote Markt naar die grote kranen die daarboven stonden met enorme lichten. En hij zag daar overal insecten. En op die insecten kwamen meeuwen af. En die meeuwen die deden zich te goed aan die insecten. Dus daar waar ik zeg maar vooral mijn gedachten had bij vette bek, zag hij meeuwen, insecten en een verstoord ecosysteem. Dit is de manier waarop een anekdote van hoe Roelof naar de wereld kijkt. En via zijn unieke blik zullen we allerlei andere manieren kijken om naar de wereld te kijken. Zijn presentatie heet Lichtvervuiling, de gevolgen voor mens en dier. Mag ik uw aandacht voor professor Dr. Roelof Hut. Heel erg bedankt, Jetsa, voor deze leuke introductie. Ik had verschillende bruggetjes in gedachten naar aanleiding van Govert zijn mooie verhaal. Maar ik denk dat ik ook vooral even iets wil duidelijk maken. Dat lijkt me de beste introductie voor wat ik jullie ga vertellen. En dat is dat Govert natuurlijk vooral heeft verteld over hoe je bewust naar de sterrenhemel kunt kijken. En hoe die lichtvervuiling, die bewuste waarneming en die lol die eraan kunt hebben, kan verstoren. Maar wij hebben ook een onbewust systeem wat eigenlijk naar die sterrenhemel kijkt. Dat zijn twee klokken. Een dagklok en een jaarklok. Miljoenen jaren van evolutie hebben ervoor gezorgd dat ons brein daglengte meet. Een daglengte kan ervoor zorgen dat onze dag-nachtritmiek, onze slaapritmiek en allerlei andere processen in ons lichaam goed gesynchroniseerd worden. Maar als je die daglengte meet op gebieden waar wij zitten, dus niet op de evenaar, maar op de temperate zone noemen we dat, dus de seizoensgebonden gebieden op aarde, dan kun je die daglengte gebruiken om je jaarritmiek
te synchroniseren. Op het goede moment leggen vogels een ei en op het goede moment gaan vleermuizen in winterslaap en op het goede moment leggen insecten een ei die geprogrammeerd is om niet uit te komen, maar om de winter te overleven. Die jaarritmiek is bijzonder belangrijk en we hebben het niet door. En die kan verstoord worden door lichtvervuiling. Dat zijn twee processen die verstoord kunnen worden en wij als mensen kunnen er ook iets van vernemen en dat ga ik aan het eind van mijn presentatie zo vertellen. Het derde proces is heel belangrijk en dat is een soort veel directer effect van lichtvervuiling, namelijk dat allerlei dieren, insecten, vogels, ik zal u daar voorbeelden van laten zien, die worden direct aangetrokken tot licht of juist afgestoten door licht. Als je een muis bent, dan word je afgestoten door licht. Als je een motvlinder bent, ben je ook nachtactief, maar dan word je juist weer aangetrokken door licht. Die processen snappen we niet heel goed, maar u kunt begrijpen dat als je als insect wordt aangetrokken door een lantaarnpaal ergens in de omgeving, dat je heel dicht naar die lantaarnpaal toevliegt en dat die lichtintensiteit enorm hoog wordt en die kan vervolgens die klokprocessen van zo'n insect beïnvloeden. Dat is een beetje de achtergrond. En ik wil graag, als u dat van mijn hele verhaal onthoudt, ik vertel u het nu alvast, nou, dan heeft u uw voordeel ermee gedaan. Oké, ik begin met een filmpje. Dit was het andere bruggetje wat ik in mijn hoofd had. En dat is dat ISS, dat International Space Station. Want vanuit de ruimte kun je bijzonder goed de lichtvervuiling zien. Govert heeft er al een aantal dingen van laten zien, maar ik vind dit filmpje erg indrukwekkend. En we zien een aantal van de dingen, van de fenomenen, eigenlijk moet Govert hier iets over zeggen, maar je ziet een aantal dingen terug. We zien natuurlijk alle stedelijke gebieden als lichtvervuiling opdoemen, maar soms zie je die rode rand rond de aarde en dat is eigenlijk de verstrooiing, denk ik, van het zonlicht wat op de stofdeeltjes, de grotere deeltjes in de atmosfeer reflecteert. Als u goed oplet, dan kunt u wat geografische gebieden herkennen, dat ga ik u nou niet uitleggen. Maar je ziet een aantal van de gebieden die Govert ook al noemde, zie je weer terug. Die verstedelijking, industrialisatie vertaalt zich direct in een kunstlichtsituatie. Hier is iets wat ik zelf ook vanuit de lucht heb gezien, dat is dat poollicht. Die groene gordijnen van soms zelfs rood van poollicht, waanzinnig hier in beeld gebracht door de astronauten van de ISS. U kunt het zelf volgen, inderdaad, er zijn apps voor, er zitten camera's op het ISS en u kunt dit soort beelden zelf ook via internet zien. Prachtig mooie beelden van de ruimte, beelden van hoe die aarde in die ruimte zit, maar ook van die enorme lichtverstoring. Maar waarom is die lichtvervuiling, waarom is die er überhaupt? Laat dat de eerste vraag zijn. Nou, door die lichtvervuiling worden mensen meer nachtactief. Maar ook door onze 24-7, we noemen dat, onze samenleving, hoe we die inrichten. Denk aan dingen als ploegendienst bijvoorbeeld. We willen continu productief zijn. Dat levert geld op en we denken dat dat kan. Maar als je 's nachts productief wil zijn, moet je ook 's nachts het licht aanzetten. Dat is één bron van die lichtvervuiling. Maar mensen vergeten, ik noem het hier tussen aanhalingstekens, mensen vergeten ook wel eens het licht uit te doen. Dat gebeurt erg vaak. En we hebben zo net in de voorbespreking al gezegd van, goh, komt er nou niemand op het idee om tijdens zo'n avondklok, in zo'n lockdown situatie, tijdens zo'n avondklok, ook om die lichten langs de straten uit te doen. Dat zou misschien een idee zijn. Heel vaak laten we het licht aanstaan en dat is eigenlijk overbodig licht. En ik denk dat gemeentes moeten bedenken hoeveel overbodig licht hebben wij eigenlijk in onze gemeente aanstaan. Nou, waarom is die lichtvervuiling slecht? Nou ja, de lichtvervuiling is er omdat mensen meer actief zijn 's nachts, maar die lichtvervuiling maakt mensen ook meer nachtactief. En daar zal ik op het eind wat meer op ingaan. We worden steeds later met ons slaap-waakritmiek. En dat is ongezond. Het zorgt namelijk voor slaaptekort, omdat onze wekker 's ochtends vaak wel op hetzelfde moment gaat. En slaap is gezond voor u. En als die wekker gaat, komt u slaaptekort. En dan verstoort het verder natuurlijk de hele natuur, de planten, de dieren, insecten die geen wekker hebben. Ja, die zijn toch ook aan die lichtvervuiling blootgesteld. En die jaarritmiek, wat bijvoorbeeld vogeltrek beïnvloedt. Maar ook de insecten die bij een lantaarnpaal gaan vliegen, die zullen door vleermuizen veel makkelijker gepakt kunnen worden. Dus die verstoring is ook een verstoring voor de natuur.
U kent dit plaatje. De vismarkt in Groningen, hier vlakbij. In de kerst, mooi kerstboom. Ik zie geen mens op straat. Maar al die lampjes die branden in deze donkere wintertijd. We vinden dat leuk om het licht aan te zetten. Eigenlijk als je goed kijkt naar wat licht doet, dan is dat dat wij die dag proberen te verlengen. Alsof we ons ongemakkelijk voelen in het donker. En dat is eigenlijk niks van, dat is eigenlijk helemaal niet nodig. Als u kunt heel goed wennen aan het donker. Sterker nog, ons oog heeft maar een heel klein plekje wat gespecialiseerd is, de zogenaamde gele vlek, om te zien tijdens de daglichtsituatie waar we alle kleuren zien. Maar de hele periferie, de omtrek van ons oog, de buitenkant van ons oog, die is bijzonder geschikt om 's nachts te zien met onze staafjes. Hier een ander plaatje van de stad Groningen. Prachtig verlichte Martini-toren. We willen graag onze gebouwen verlichten. Maar ook hier het Forum. We kennen het allemaal. Iemand heeft het op Twitter al gezegd. Jullie praten over lichtvervuiling in het Forum. Maar was het niet het Forum wat van die felle schijnwerpers op het dak had staan? Inderdaad. Denk daar in vervolg wat beter over na, zou ik zeggen. Industriële gebieden, dichtbevolkte gebieden. Govert heeft er voldoende over gezegd. Vol met lampen 's nachts. Hier ingezoomd in Europa. U ziet dat wij hier in Nederland bijzonder goed meedoen met onze productieve kassen, maar ook het havengebied en de verlichte snelwegen. Iedere keer komen er weer meer verlichte snelwegen. Verkeersveiligheid, oké, maar ten koste van wat? Dit is die skyglow, we noemen dat skyglow, die reflectie van die stedelijke gebieden, van die verlichting van de samenlevingen die al die lampen aan laten staan 's nachts, aan de onderkant tegen de wolken aan. Die skyglow is veel minder sterk als het onbewolkt is, maar alweer als het bewolkt is en als het ook nog eens een keer laaghangende bewolking is, dan zien we dat enorme diffuse uitstraling over de hele hemel geeft en dus beïnvloedt de omgeving van zo'n stad. En dat heeft mijn collega Sjoerd van Hasselt mooie metingen aangedaan. Die heeft met kleine dataloggetjes slaap bij ganzen kunnen meten. Dus slaap in de vorm van EEG-metingen, zoals we dat normaal in de kliniek doen bij patiënten met slaapproblemen. Dit kunnen we nu ook bij vogels doen. En dat is hier ten noorden van de stad gemeten. En wat je ziet in het plaatje, in het schemaatje linksonder, is dat bij nieuwe maan, dat zijn de donkere nachten, dat die ganzen lekker kunnen slapen. Veel non-REM slaap, de diepe slaap, die herstellende slaap, die kunnen ze dan laten zien. Maar op het moment dat er bewolking is, dan zorgt die reflectie, die skyglow van het kunstlicht, zelfs als je aan de noordrand van de stad zit, zorgt voor iets van 25% minder slaap, minder herstellende non-REM slaap. Minder herstellende diepe slaap. Nou ja, die grafiekjes aan de rechterkant, dat zijn de lichtspectra die erbij horen. Je ziet daar prachtige pieken in. En dat komt van alle de neonverlichting, et cetera. Die kun je daarin terugvinden. En dat zorgt voor die verstoring. Licht verstoort slaap bij dagactieve dieren. Hier hebben we een kunstenaar, Kenneth Hurdy. Die heeft in de stad, volgens mij was dit in Toronto, ja. Die heeft dus een jaar lang alle dode vogels verzameld. Hij noemde dat een kunstproject, maar het was natuurlijk een awareness project. Je ziet, Toronto heeft een enorme lichtvervuiling. En dat trekt vogels aan. Vogels worden aangetrokken door het licht 's nachts, vooral tijdens de trek. En die vliegen zich letterlijk dood op die gebouwen, op die verlichte gebouwen. En dat is indrukwekkend als je dat allemaal bij elkaar legt. Hier hebben we een andere aantrekking door licht. Dit zijn insecten, we herkennen het allemaal. Insecten die worden aangetrokken door een lichtbundel. Is u ook opgevallen dat dat steeds minder gebeurt? Als u een buitenlamp hebt, weet u nog dat daar een aantal jaren geleden, 10, 20 jaar geleden, heel veel insecten konden rondvliegen rond zo'n buitenlamp? Tegenwoordig gebeurt dat minder. We zijn 70%, meer dan 70% van de soorten en ook van de biomassa en insecten kwijtgeraakt. Die laatste insecten die er nog wel zijn, die vliegen zich ook nog alsnog kapot op dat kunstlicht. Dat is zorgwekkend. Nou, hier een dramatisch plaatje van insecten die dood onder zo'n lamp kunnen liggen. Is dat allemaal ellende? Nou, de vleermuis die heeft geleerd om daarvan te profiteren. Vleermuizen zien we juist wat vaker rond die lampen. Ja, die hebben geleerd
dat het kunstlicht die insecten aantrekt en daar profiteren ze van. Misschien is dat goed voor die vleermuis, maar dat is slechts tijdelijk. Het is een verschuiving in de ecologische balans. En daar maken wij ons als biologen zorgen over. En mijn collega Camille Spoelstra van het NIO, die is daar echt de specialist in. Die heeft mooie proefopstellingen buiten gemaakt van verschillende kleuren lampen. En gelukkig hebben we een mooie subsidie van de overheid gekregen, zodat we daar binnenkort veel meer studie naar kunnen gaan doen. Wat is nou de verschillende lichtkleur? En is het mogelijk dat wij lampen kunnen ontwikkelen met zo'n lichtkleur dat die insecten minder verstoren? Nou, dit is natuurlijk wat er gebeurt. De nachtvlinders, op het moment dat je het lampje aanzet, trekken die nachtvlinders naar zo'n lantaarnpaal toe en zullen door de vleermuizen gepredeerd worden. Hier is een ander effect op de koolmees. Kunstlicht in de nabijheid van de nestkastjes zorgt ervoor dat die koolmees vaker, u ziet het in de linker twee puntjes, nou, maakt niet zoveel uit, maar die koolmees die gaat vaker voedsel brengen naar de nestkast. En dan denk je, nou, dat is mooi voor die koolmees. Zeker, die jongens zullen misschien wat beter groeien. Die koolmees maakt ervan gebruik dat het kunstlicht er zorgt ervoor dat hij wat langer voedsel kan zoeken. Mooi voor de koolmees. Misschien slechter voor de ecologische balans. Dat kunstlicht vogels aantrekt, dat was al lang bekend. Hier zien we in het linker plaatje uit, even goed kijken hier hoor, 1897, dat mensen al op jacht gingen om trekvogels te verzamelen met een soort kunstlampen. Maar dat was natuurlijk kaarslicht in die tijd, of olielampen. Rond vuurtorens zien we dat ook. Trekvogels in de trektijd zullen aangetrokken worden door vuurtorens. En ik weet van de vuurtorenwachter op Ameland, die vertelde mij dat zijn vader en zijn grootvader altijd een mooi handeltje hadden in de herfst. Zodat we de dooie lijsters die rond de vuurtoren lagen, konden ze verkopen per kilo aan de bevolking. En de arme bevolking op de eilanden, die wel een stukje extra vlees konden gebruiken. Per kilo. Ja, denk het wel. Hier hebben we een ander plaatje. Ik weet niet of iemand, als het normale publiek zou zijn, zou ik vragen, wie herkent dit? Ik zal het filmpje even laten draaien. Wat zouden we hier zien? Een auto? Koplampen van een auto? Nee, het is veel groter. Een UFO. Zijn het? Ja. Mensen denken misschien dat het insecten zijn, maar dat is niet zo. Kijk u maar eens goed, dit zijn vogels. Dit zijn trekvogels. En die trekvogels die worden aangetrokken door twee enorme verticale lichtbundels die in New York hebben gestaan ter herdenking aan de slachtoffers van 9/11. Ze symboliseerden misschien de twee Twin Tower gebouwen. Dat was op een iets andere plek, 6 blokken erbij vandaan. En die worden iedere keer op 9/11, op 11 september, worden ze aangezet. 11 september. Kijk, hier hebben we een plaatje van afstand. Zo ziet dat eruit. Een heel kunstenaarscollectief heeft het gemaakt. Die Kim Carpenter die is degene die foto heeft gemaakt. Maar het is in september. Het is midden in de trektijd van de vogels. Kijkt u eens naar de trekroute. U ziet hier al die pijlen. Vanuit het rechterbovenhoek zie je een soort trechter vormen. En al die pijlen van die trekvogels die volgen die kustlijn. En het is niet toevallig, de mens is ook altijd geïnteresseerd geweest in die kustlijn. Er zijn hoge bevolkingsdichtheden langs kustlijnen. Precies, eigenlijk over de hele wereld, waar de trekroutes lopen, vinden we ook vaak hele grote steden. En het was nou ook net, alsof het al niet erg genoeg is dat er zo'n grote stad als New York op die trekroute ligt, gaan ze ook nog eens een keer twee van die enorme lichtbundels naar boven laten schijnen. Vogels vliegen zich dood. In die lichtbundels. Ze raken gedesoriënteerd, ze worden door aangetrokken, ze blijven rondjes vliegen, ze wijken totaal af van hun trekroute. Geschat dat er enkele tienduizenden vogels op 11 september het leven verliezen door deze twee lichtbundels. Hier zien we nog even die trechter wat ingezoomd, want het ligt daar precies op de punt van een schiereiland natuurlijk. Trekroutes over de hele wereld. Als u even dat kaartje in beeld heeft van die lichtvervuiling, dan zien we hier de trekroutes in het voorjaar. We zien dat massaal de vogels van de
even naar zones en zelfs van het zuidelijk halfrond massaal naar het noorden trekken. En dit zijn werkelijk data, dit zijn metingen. Met kleine zendertjes stromen de data van die trekroutes nu binnen. Dat is fantastische tijd. Die worden allemaal verzameld in die grote database die daar rechtsonder staat, Movebank Data. En hier zien we de najaarstrek, waar ze massaal van de broedgebieden weer terugtrekken naar de overwinteringsgebieden. En u ziet hoe dat langs die kustlijn gaat. Soms dwars door het binnenland heen met weinig lichtvervuiling, maar soms ook langs de kustlijn. En zeker in Europa. Gebaseerd op dezelfde dataset, maar nu ingezoomd en heel mooi geanimeerd over Europa. Ik wil dit plaatje nog een keer weer laten zien. Want als je nou nog een keer naar dit filmpje kijkt, met die trekroutes, die trekbewegingen van die vogels en vooral zangvogels. En u kijkt naar die trekbewegingen, dan moet u eens kijken wat er gebeurt als die vogels rond zo'n grote stad, rond die lichtvervuiling vliegen. Langs de Riviera. En we zien hier langs Spanje, en dus kijken, ze gaan af en toe weer terug naar die steden. Af en toe zien we zo'n trekvogel die raakt gedesoriënteerd en die vliegt weer terug naar die steden. Je ziet ook sowieso dat ze bijna van lichtpunt naar lichtpunt vliegen. Dus ze pakken niet meer de oude evolutionair ingebrachte, vastgelegde trekroutes. Nee, ze worden aangetrokken door steden en ze wijken daardoor af van hun trekroutes. En het kostte dus ook meer energie om die trek te volbrengen. Verstoring van trek. Hier kijken we naar een plaatje van Europa. En hier zien we midden op de Noordzee zien we lichtvervuiling. Waar komt die lichtvervuiling door? Dat zijn de booreilanden. U snapt dat de trekvogels die van Scandinavië naar het zuiden willen en de Noordzee moeten oversteken, massaal worden aangetrokken door dit soort grote kerstbomen aan lichtvervuiling. We proberen daar wat aan te doen om die kleuren ook te veranderen. Groen licht lijkt het iets beter te doen. Maar het is een enorme verstoring. En u snapt dat deze vogels eigenlijk nooit teruggevonden worden, want die vallen in de zee. Effecten van kunstlicht voor de mens. Het laatste stukje. Kunstlicht in de omgeving van de mens is vooral natuurlijk 's avonds aanwezig. Niet zozeer 's ochtends, maar vooral 's avonds. En dat is ook vooral het kunstlicht rond in de huiskamers, et cetera. Die tel ik gewoon mee. Het gaat niet alleen over straatlicht. Avondlicht zorgt ervoor dat onze biologische klok vertraagd wordt. En dat is jammer, want de meeste mensen hebben een biologische klok die iets te traag loopt. Onze dagelijkse klok die in ons brein zit, in de hypothalamus, geeft ons lichaam een ritme van gemiddeld 24,2 uur. Die is dus iets te traag en die moet versneld worden. En die versnelling krijgen we door het licht 's ochtends. Het kunstlicht 's avonds wat we in de huiskamers hebben, zal juist onze biologische klok vertragen. En dat is wat je niet wil, want als je klok te traag loopt, dan ben je altijd te laat. Dan ben je te laat om naar bed te gaan en je bent te laat om naar de baas te gaan. En ja, goed, je wekker maakt je misschien wakker, maar je wilt liever in bed blijven liggen. Dat is een ongezonde situatie. We gaan later slapen, we krijgen een slaaptekort als we toch een wekker moeten zetten. En zelfs in deze lockdownperiode is er een grote groep mensen die gewoon om 7:30, 8:30 de eerste vergaderingen of de lessen moet doen. Die krijgen ook slaaptekort. Slaaptekort is ongezond. U herstelt van slaap, het brein herstelt van slaap, maar ook uw immuunsysteem zal actief zijn tijdens die slaap. Slaapt u korter, dan heeft het immuunsysteem minder lang de tijd om uw lichaam te herstellen. Het heeft minder lang de tijd om een virus eruit te werken en het heeft ook minder lang de tijd om goed te reageren op een mogelijk vaccin. Dus we presteren minder goed. Licht is bijna overal aanwezig 's nachts. 2/3 van de wereld is eigenlijk door kunstlicht verlicht. 99% van de populatie in de VS staat onder invloed en van de EU staat onder invloed van kunstlicht. Ziet continu die verstoring 's nachts. We zien geen melkweg meer. 40% van de mensen die zien eigenlijk nooit meer met hun staafjes, met dat grote visueel apparaat wat juist geschikt is voorzien 's nachts. En we zien hier dat het gebruik aan kunstlicht alleen maar toeneemt, ieder jaar weer. En met name dat aandeel van kunstlicht wat we in de huiskamers of in de werksituatie op de kantoren gebruiken.
Hier zien we een grafiekje. Dit is een leuke studie gedaan door collega Ken Wright in de Verenigde Staten. Hier zien we een grafiekje waar de lichtintensiteit staat als hij met een groep van zijn collega's uitgaat kamperen, hebben ze licht gemeten. En dan ziet u die donker, die zwarte curve. En u ziet natuurlijk dat de zon is het felst midden overdag. Maar 's nachts gaat die zwarte curve helemaal naar nul. Maar als diezelfde mensen thuis zitten in een normale thuissituatie, dan zien we dat ze overdag veel minder licht zien, minder zonlicht zien. En juist 's avonds dat blok aan kunstlicht, die grijze lijn in de avond, is veel hoger dan die zwarte lijn. Dat vertraagt onze biologische klok. Daardoor gaan mensen te laat naar bed. En wij hebben zelf hier in Groningen gemeten dat als je veel zonlicht overdag ziet, dat je 's nachts ook beter slaapt en dieper slaapt en beter doorslaapt. Dus dat heeft een tweeënlei effect. Als je zonlicht overdag ziet en als het 's nachts donker is, heb je de beste slaap te pakken. We zien dat de ritmiek verschuift als die mensen gaan kamperen. Dat ze geen toegang meer tot kunstlicht hebben. We zien dat ze eerder naar bed gaan en spontaan eerder ook weer opstaan. Dus de biologische klok, de slaapwaakritmiek, schuift naar voren als je minder lichtvervuiling hebt. Hier zien we een verdeling van die slaaptijden. Dit is het midden van de slaap, voor heel veel mensen gemeten. En we zien in rood, die rood-oranje-gele staven, dat zijn eigenlijk de mensen die veel te laat naar bed gaan. En dat zijn de mensen die slaaptekort opbouwen. En ik denk dat die staart, die lange staart naar de rechterkant van de grafiek, u ziet dat daar in het rood aan de rechterkant van de grafiek, die lange staart, die wordt alleen maar langer door kunstlicht. En dat zijn de mensen die ongezond zijn. Hier hebben we nog een verdeling, dat hangt af van de leeftijd ook nog eens een keer. Dus het zijn met name de luie pubers en de luie studenten die laat uitgaan, met name hier in Groningen. We hebben geen sluitingstijd, Groningen, ja nu dus niet. Het is een enorme culturele verstoring, deze avondklok voor Groningen, want normaal gaat het nachtleven hier de hele nacht door. Studenten vinden het geweldig en we zien hier waarom ze het geweldig vinden. Want hun lijf, hun hormonale samenstelling is zo dat ze hebben een late ritmiek. Ze willen laat slapen. En we denken dat het met name door de hormoonhuishouding ook komt. Dus de biologie en het uitgaansleven met al het kunstlicht, die versterken elkaar zodat die studenten pas om een uur of 5, 6 's ochtends naar bed willen. Dat heeft nadeel, want als je 's maandags weer moet presteren op school, en dit zijn eigenlijk metingen die we bij een middelbare school hebben gedaan, dan zien we dat die mensen, die late types, die laat slapen, 's ochtends slechtere cijfers halen op hun proefwerken. Allemaal grafiekjes. Ik kan dat niet goed aanwijzen nu in deze huidige setting. Maar wat u hier ziet, is dat wij over de tijd heen en dat eigenlijk steeds minder slapen. We bouwen slaaptekort op. En dat slaaptekort, dat ziet u aan de bovenste grafiek. Als we vrije dagen hebben in het weekend, dan slapen we iets langer door de tijd heen over de laatste 10 jaar. Maar tijdens werkdagen, als onze wekker gaat, slapen we steeds korter. Ik heb u net een grafiek laten zien dat het kunstlichtgebruik elk jaar weer toeneemt. Hier zien we een grafiek dat de slaapduur tijdens werkdagen steeds weer afneemt. Ik denk dat die twee elkaar versterken. En dat de ene oorzaak is van de ander. Waarom is het slecht dat je zo laat slaapt? Nou, en hier een paar trieste grafieken eigenlijk. Linksboven, de mate van depressie neemt toe naarmate mensen later slapen. We zien in grafiek B, ik moet zelf even spieken. Dat is natuurlijk koffie drinken. Mensen die laat slapen, die zijn 's ochtends zijn ze nog erg duf. Ze hebben slaaptekort en 's ochtends nemen ze meer koffie. En we zien ook dat die mensen meer roken. En dat is toch frappant. Kijk eens naar het rookgedrag. Bijna 60% van het feit of je rookt of niet wordt verklaard door of jij laat naar bed gaat of niet. En dan zien we rechtsonder, grafiek D, dat ook nog eens die mensen meer alcohol consumeren. Misschien wel omdat ze zo laat nog in de kroeg hangen, ik weet het niet. Je zou zeggen, het zijn de gezellige types. Dat is ook zo in zekere zin. 's Avonds zoeken we de gezelligheid op. 's Ochtends is het voor het
werk. Je psychologie verandert gedurende de dag. Maar dat treedt, ja, de verschuiving van die slaapwaakritme is toch een ongezonde toestand. En rechts zien we ook nog eens een keer dat die mensen meer, als je de neiging hebt om obese te worden en je gaat laat naar bed, dan versterkt dat ook weer meer en je krijgt je BMI, je body mass index, je wordt alleen maar zwaarder als je later slaapt. Dus, lichtvervuiling door kunstlicht, het trekt gedesoriënteerde insecten aan. Het trekt daardoor ook sommige vleermuissoorten aan. Het trekt ook gedesoriënteerde trekvogels aan. Knaagdieren, vaak nachtactief, worden juist weer verdreven door kunstlicht. Het zal de jaarritmiek verstoren. Voortplanting, vogeltrek, winterslaap. Mensen zullen door kunstlicht later gaan slapen. En dat is een ongezonde toestand, want het veroorzaakt slaaptekort en een heel scala aan gezondheidsproblemen. Als laatste opmerking, ik kan het niet laten, dat slaaptekort wordt ook nog eens een keer versterkt door de zomertijd. Maar daar waren we het over eens, daar moeten we vanaf. Dank u wel. Roelof, hartstikke bedankt voor jouw bijdrage in dit prachtige mini-college. Ik realiseer, ga trouwens lekker zitten. Ja. Ik realiseer me dat jij bent een soort van droom voor pubers en studenten. Je bent een soort nachtmerrie. Bron. Nee. Je bent een soort bron van allemaal. Laten. Nee, een soort bron van. Ja, nee. Ik heb slechte cijfers door mijn biologische klok. Ah. En door al die lichtvervuiling ben ik toch heel laat s'avonds nog wakker. Dus dat viel me. Ja, ik was altijd een probleemgeval voor onze roostermakers op de universiteit, omdat ik mijn colleges niet voor 9:30 wou beginnen. ik heb bakzeil moeten halen, helaas. Ja. Hoe laat ga je zelf naar bed, gemiddeld? Oh, dat is een hele pijnlijke vraag. Ik ben het slechtste. Ik merk zeker ook nu tijdens deze lockdown-situatie. Ik mis mijn reisje van ongeveer 1/2 uur na mijn werk. Ja. Ik woon dus ten zuiden van de stad, ik werk ten noorden. Daardoor zie ik minder zonlicht en ik vind het extreem moeilijk om op tijd op bed te gaan. Ja. Het is, natuurlijk wil je jezelf dwingen om 's ochtends dat zonlicht te zien, want ik weet dat dat goed is. Ja. Maar ja, ik kom laat uit bed en dan is de eerste vergadering er alweer. Ja. Dus het vereist discipline, het werk van, als geen ander weet hoe moeilijk het is om dat op te brengen. Ik herken het heel erg, want een vriendin van mij die woont in Haarlem en die staat elke dag vroeg op om in de duinen te gaan wandelen en maakt foto's en post die. Ja. En iedere keer denk je, wauw, dat zou ik eigenlijk ook moeten doen. En als je wel eens heel vroeg op moet en je bent vroeg buiten, dan denk je, wat is dit heerlijk. Mm-hmm. Maar ik krijg het echt niet voor elkaar, hoor. Nee. Dus de tip is, en dat moet je eigenlijk proberen, zorg dat 's avonds dat kunstlicht in je kamer wat gedempt wordt. Als je al een lamp aan wil hebben, zorg dan voor wat meer oranje licht. En dat zorgt ervoor dat je 's ochtends ook wat makkelijker opstaat om die wandeling te maken. Dus als we elkaar dat nou beloven, dat we dat gaan doen. Eerlijk gezegd weet ik het niet zeker, want ik denk van ja, kan het nou echt zoveel kwaad als je alles een beetje verschuift? Ik bedoel, slaaptekort is erg, maar laat naar bed gaan en later uitkomen. Ik hoorde Maarten van Rossum van de week nog bij de slimste mens vertellen dat hij altijd om 9:30 zijn bed uitkomt en om 9:30 gaat slapen. Ja, 8 uur slaap per etmaal. Nee, als je die vrijheid hebt, is daar eigenlijk niks op tegen. Maar op het moment dat je die vrijheid niet meer hebt, en ook tijdens de lockdown situatie zijn er veel de studie nagedaan. Er zijn veel mensen die nog altijd hun wekker moeten zetten. Ja. Die mensen gaan ook wat later naar bed en krijgen ook iets van 16 minuten meer slaap nu. Omdat ze die reistijd niet hebben waarschijnlijk. Ja. Maar ja, ze moeten er toch uit. Dus ik kom er toch nog met slaaptekort te maken. Ja. Roelof, heb jij nog ook een vraag in de chat over nog meer tips behalve licht, hoe je thuis ervoor kunt zorgen dat je biologische klok wat minder van het padje raakt? Nou ja, sommige mensen, zeker in de stedelijke omgeving, die zullen een straatlantaarn voor een slaapkamerraam hebben. Net als bij die ganzen kan dat onze slaap ook verstoren. Dus dan zou ik dat soort mensen aanraden. Koop goede gordijnen, zorg dat die slaapkamer donker is. Ja. Omgekeerd is het zo, als je geen lichtverstoring hebt, dan merken we dat mensen heel prettig met zonsopkomst wakker worden. Dat voorbeeld uit dat kamp. Ja, dus dan, ja precies. Dus het ligt eraan wat je omgeving is. En ik denk dat je, als je veel lichtvervuiling rond je huis, rond je slaapkamer hebt, dat ook echt binnenkomt, zorg voor goede donkere gordijnen. Oké,
Ik heb nog een vraag van, even kijken welke camera's zijn. Connie Berger, bedankt voor je vraag. Meerdere vragen, onder andere ook Fatal Light, vond ze een mooie term. Ik dacht gelijk, Fatal Light is gewoon een goede bandnaam voor een van je. Ja. Connie vraagt, heeft nog een andere vraag. Ja. Kunnen jullie deze wetenschappelijke kennis, zoals gepresenteerd door Roelof Hut, als advies doorgeven aan bijvoorbeeld het Outbreak Management Team, ministeries, het preventieakkoord, sectoren als onderwijs, werk enzovoort? Mensen weten ook vaak hun chronotype niet. Hoe kunnen ze daar het beste achter komen? Ik denk vooral wil ik even focussen op die rol die jij als wetenschapper hebt als het gaat over het vormen van beleid. Wat voor rol pak jij daarin? Ja, ik ken Connie. Dus Connie en ik die zijn er vaker mee bezig om proberen. En met name, ik moet echt zeggen, met name Connie die doet er veel werk aan. Om de regering ook te beïnvloeden, te raad te geven. Hè, met raden daarbij bij te staan. Dat is niet altijd even makkelijk. De grap is wel dat we puur toevallig. We hebben een prachtige bioklok aanvraag subsidie gekregen binnen, de Nationale Wetenschapsagenda. En daar is het RIVM ook bij betrokken. Dit was voor de coronaperiode, voor de aanpak van corona. En daarin willen we onderzoeken wat is nu het optimale tijdstip van de dag, maar misschien ook wel het optimale tijdstip van het jaar om een vaccin toe te dienen. Ja. Dus hoe kunnen we van die kennis gebruik maken om je ritmiek in je immuunsysteem beter in te zetten. En het gaat waarschijnlijk, er zit een kans in dat we straks misschien wel 24 uur per dag. Er zijn al landen die dat doen, hè, die dan ook 's nachts. Wat is het, als jij nu zo, zeg maar, op basis van de wetenschappelijke kennis die je nu hebt, wat is een ideaal moment om een coronavaccin, of wat voor vaccin dan ook? Ja, daar ga ik niks over zeggen. Want we weten het niet. We weten het niet voor deze. Ik kan wel een educated guess doen. Ja. Maar in deze tijd met verhitte discussies ga ik me daar niet aan wijden. Ja, dat heeft misschien ook wel niet alleen te maken met licht of jouw moment in de dag, maar ook met hoe je lichaam fysiologisch reageert op toegediende stoffen. Dat is zeker. Dus die fysiologie die verandert helemaal. We weten van, laten we zeggen, witte bloedcellen, de T-cellen, de helpercellen, die hebben een prachtige biologische klok. Een waanzinnige ritmiek. Ja, ja. Dus die genen van die cellen, die werken mee om die klok in die cellen goed aan te sturen. Dus we kennen die ritmiek van het immuunsysteem. Het enige wat ik nou kan zeggen, hadden we maar eerder geld gekregen, dan hadden we nu een antwoord kunnen geven hoe je vaccins veel efficiënter kunt inzetten. Ja, relevante vraag ook. Ik heb nog een vraag. Wat vindt Govert Schilling van deze door Roelof Hut gepresenteerde onderzoeken? Zijn er nog dingen die vanuit jouw blik hierop opvallen? Of überhaupt in deze... Nee, ik vind het altijd heel erg mooi om te zien. Want iedereen zal gemerkt hebben dat ik het vooral heb over het kwijtraken van de blik op de nachthemel. En dat is een heel gevoelsmatig, misschien bijna romantisch kijk tegen de lichtvervuiling. Maar het is natuurlijk dan toch ook, ja, gek genoeg fijn om te horen dat het voor de organismen zelf ook veel beter is om niet altijd kunstlicht te hebben. Het versterkt elkaar. Dus het ondersteunt die hele gedachte. En er zijn nog natuurlijk een heleboel andere facetten. Ik noemde al even dat economische aspect van, dat je het forum en de Martini-toren 's avonds aan wil lichten, snap ik nog een beetje. Het heeft ook positieve effecten op ons. We voelen ons allemaal lekkerder als we 's nachts met volle maan met onze geliefde buiten lopen dan in een hele donkere nacht. Dus je moet ook met de psyche van de mensen rekening houden. Maar verlichting op openbare gebouwen na 2 uur 's nachts, ja, je kunt je afvragen hoe nuttig dat is. En dat heeft dus ook met economie te maken. Op de snelweg bijvoorbeeld, er zijn ooit experimenten gedaan. Als ik 's avonds van Groningen naar Amersfoort zou rijden, dan ben ik vaak de enige. Waarom branden 10 kilometer voor mij al de snelweglampen? Iedereen weet waar ik ben. Ik heb mijn telefoon aan. Er zijn pijlertjes. Je kunt, weet ik veel allemaal. Ja. Ik kan meebewegen in een plasje zich verplaatsend licht. Dan heb ik prima uitzicht. Het scheelt enorm veel aan lichtvervuiling. En ik denk dat het heel goed is om wetenschappelijk te onderbouwen waarom het goed is om minder licht te gebruiken. En hopelijk heeft dat een keer effect, maar... Nou ja, dat is wat ik zei in het begin. We vergeten eigenlijk, op de breedste zin van het woord, we vergeten eigenlijk heel vaak het licht uit te doen. Ja. Is het ook, want het thema, zeg maar, dat mensen zich niet bewust zijn van de negatieve effecten van het licht, bijvoorbeeld ook het aanlichten van een forum en dergelijke. Het gesprek gaat nu, bijvoorbeeld ook rondom het forum, van hoe passen we alle computers hier in het gebouw aan, zodat als de boel op het nachtslot gaat, of het alarm gaat aan, dat het grootste gedeelte van het licht echt uit is. Maar daarvoor waarschijnlijk, ja, waren mensen zich daar helemaal niet van bewust. Was het gewoon inderdaad een iconisch gebouw wat je mooi wil laten zien. Ik denk dat vooral de vraag is, en ik denk aan jullie beiden. Ik wil beginnen met Govert. Wat zijn nou manieren om ervoor te zorgen dat die bewustwording groter wordt? Behalve
een presentatie zoals zoals op een middag als deze. Ik denk dat wat Roelof vertelt over die effecten op de mens, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Want dat heeft gewoon met ons fysieke welbevinden te maken. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is en dat dat nog veel duidelijker gecommuniceerd moet worden. Maar voor de bewustwording is het ook heel goed om met mensen eens te praten en ervaringen uit te wisselen wat ze zelf ervaren. Iedereen kent die ervaring van op vakantie met je tentje of de caravan in een dun bevolkt gebied. 'S Avonds wordt het donker, je drinkt misschien nog één wijntje. Je gaat om 9:30 of 10:00 ga je lekker slapen. En 's ochtends word je wakker gemaakt door de zon. Je kunt van de sterren helemaal genieten. Ik ken geen mens die dat niet een heerlijk gevoel vindt en die daar hele fijne herinneringen aan heeft. En heel veel mensen staan er niet zo bij stil dat je dat in het dagelijks leven gewoon mist. Als je daar iedereen eens even op wijst en laat terugvoelen hoe fijn het is om dat natuurlijke dag-nachtritme te voelen. Ja, misschien helpt het in de bewustwording. Het is heel makkelijk ook gedaan. Als je met een groepje mensen een nachtwandeling maakt, of misschien iemand die zijn hond nu uit moet laten 's nachts. Hoe snel mensen hun mobieltje pakken en de zaklamp aandoen of een zaklamp meedragen. Die als een reflex. Ja. Probeer dat eens niet te doen. Binnen 5 minuten zie je een prachtige soort grijs tinten wereld om je heen. En kun je prima over dat bospad lopen. Ja. 5 minuten maar. Alleen je moet even weten dat het 5-6 minuten duurt voordat je die aanpassing hebt. Ja. En daarna, in die 20 minuten daarna, dan worden je staafjes nog gevoeliger. Ja, dat is leuk dat je dat zegt, want ik ben heel lang actief geweest in een jeugdvereniging voor sterrenkunde. We legden dat aan die jonge leden van die club altijd ook uit. Hè? Van je gaat naar buiten, een donkere plek. Voordat je de sterren echt goed kan zien, moet je ogen minimaal 5, maar inderdaad liefst 15-20 minuten aan het donker werden. En weet je hoe we ze dat lieten uitproberen? En misschien zitten er wel kinderen mee te kijken. Ga het eens proberen. Dan ga je op het toilet zitten. Het werkt niet als je een raampje in de wc hebt overdag. Maar de meeste toilets hebben dat niet. Ga op het toilet zitten, doe de deur dicht en het licht uit. In het begin zie je helemaal niks. Maar na een paar minuten zie je de kiertjes licht rond de deur. En nog wat langer zie je de spiegel op de muur hangen. En na een tijdje kun je gewoon alles zien. En daar zie je hoe je ogen zich aanpassen aan het donker. En als je dan gaat kijken in de spiegel hoe groot je pupillen zijn geworden in de loop van die paar minuten, dan zie je dat onze ogen zich helemaal hebben aangepast. Je pupillen worden heel groot om zoveel mogelijk licht te vangen. En ja, jij vertelde dat bij die voorbespreking, vond ik fantastisch om te horen dat de mens eigenlijk een nachtdier is als het om kijken gaat. Ja, wij hebben een oog, dus je ziet het ook als je zag het al bij die kampeerders, die gaan in de avond, zijn ze wakker. Als je naar Afrikaanse of Zuid-Amerikaanse stammen gaat die nooit kunstlicht hebben gezien, dan zie je hetzelfde gedrag. Die blijven 's avonds nog bij het kampvuur zitten en die voelen zich helemaal comfortabel terwijl de zon er lang onder is. Ja. Dus dat is vrij natuurlijk gedrag. En dat kan omdat ons oog, die hele perifere retina bestaat uit staafjes. Dat is net zo'n oog als het nachtactieve oog van een muis. Het enige wat wij hebben is die kleine gele vlek waardoor we overdag kunnen zien. Maar die staafjes moet je eigenlijk, dat is onze superpower, die pas na een 20 minuten, 25 minuten in werking treedt. En ik heb laten zien, 40%, 50%, 60% van de bevolking maakt dat niet meer mee. Ja, precies. Dus wij hebben een sensorisch orgaan die we helemaal buiten spel hebben gezet door het gebruik van kunstlicht, door het gebruik van de zaklantaren als wij een boswandeling 's avonds of 's nachts maken. Maar is dat dan ook een teken van dat wij als mensen misschien ook wel gelukkig zijn als we nachtactief zijn? Want dit is een soort pleidooi voor het feit dat het best natuurlijk is dat we laat 's nachts wakker zijn. Ja, het is natuurlijk om die eerste helft van de avond wakker te zijn. Op het moment dat je dat het winter is bijvoorbeeld, mensen hebben zich verspreid over de wereldbol. Al misschien 100.000 jaar geleden. In hele noordelijke regio's ook. Die mensen moesten ook overleven. En die konden dat doordat ze zich in die nacht, tijdens die korte daglengtes winters, toch in die nacht nog konden jagen. Mooi. Ik heb een vraag nog van Anna. Die zegt, een vraag voor jou, Roelof. U liet een grafiekje zien van dat depressieve mensen later slapen. Maar gaan mensen later slapen omdat ze depressief zijn? Of worden mensen depressief omdat ze te laat gaan slapen? Hele goede vraag. Hoe zit het met de causaliteit? Ja. Causaliteit, precies. Nou, het is waarschijnlijk, het werkt beide kanten op. Maar wij doen al ongeveer 100 jaar lang een wereldwijd experiment met daglicht. En met de tijd van ons slapen. Dus de sociale klok, onze wekker, ons horloge, versus de zonneklok.
En dat zijn namelijk de tijdzones. We hebben over die hele wereld een plan van tijdzones uitgerold. Ja. En wat we zien is dat als je, dan moet ik zelf altijd heel goed naar oppassen hoor. Als je in het westen van een tijdzone zit, ja, dan gaat je wekker op hetzelfde moment als je in het oosten van de tijdzone zit. Oh. Maar de zonnetijd is veel later. Ja. Landen als China die zich uitspreiden over vier of vijf tijdzones, daar is het effect nog groter. En met zomertijd, dan pakken we de klok van een tijdzone oostelijker van ons. En dan heb je het effect is nog groter. Nou, wat we nu hebben gezien, is als jij rond de grens van de tijdzone kijkt, dan zie je dat die wekkertijd, zeg maar die sociale tijd, ja, die ervoor zorgt dat mensen te kort slapen als ze aan de oostkant van de tijdzonegrens zitten, die mensen hebben meer depressie. Ah. Ander punt. Sorry hoor, maar zeg je nu dat als je een kaart zou maken met het aantal depressiegevallen, dan zie je de lengtegraden daarop terug? Dan zie je het terug. Wow. Sterker nog, als je een kaart maakt, in Amerika hebben ze het collega's gedaan, als je een kaart maakt van de percentage kankergevallen, dan zie je dat 2, 3, 4% van het percentage kankergevallen wordt beïnvloed door waar jij in de tijdzone zit. Mm. In Rusland hebben ze 4 jaar lang de zomertijd permanent ingevoerd. We zien direct een effect op depressie, juist bij de jonge groep, die mensen die zo laat willen slapen. Mm. Dus ik wil niet zeggen dat het alleen maar door laat slapen beïnvloed wordt. Er is vast een wisselwerking. Maar we weten dat er in elk geval een causaal verband is dat laat slapen meer depressie veroorzaakt. We hebben nog 10 minuten. En ik wil de laatste 10 minuten gebruiken natuurlijk straks voor een afsluiting. Maar ook nog even kort om jullie een vraag te stellen die ik bij de vorige avond over luchtvervuiling, fijnstof in onze lucht, heb gesteld. En dat is deze. We maken nu even van Nederland een dictatuur. En jullie beiden, ja, doe maar gewoon. Doe ik niet aan mee. En we zeggen, nee, maar weet je, even al dat soort bezwaren aan de kant. En ik maak jullie beiden de dictator van Nederland. Wat voor beslissingen zou je maken? Je hoeft dus met niemand rekening verder te houden om lichtvervuiling tegen te gaan. Roelof, 3 minuten. Ja, ik pak Govert zijn argument natuurlijk sowieso. Ah. Je ziet de snelwegen terug. Het is onzin dat je de Chinese muur vanuit de ruimte kunt zien, maar de verlichte snelwegen zie je wel. Ja. Daar kun je lichtvlekjes van maken. Okay. Laten we die technologie inzetten. Technologie voor snelwegen, ja. Wij zitten zelf heel erg te denken aan, kunnen we lampen ontwerpen met een lichtspectrum wat de biologische klok niet verstoort? Dat kan vast niet voor alle organismen, nee, maar misschien wel voor de mens, misschien wel voor de insecten, et cetera. Ja. En verder denk ik, waarom gaan we niet? We hebben natuurgebieden. Ik vind dat die natuurgebieden niet alleen beschermd moeten worden als het om gifstoffen gaat. Maar ik hoop dat mijn verhaal heeft aangetoond dat licht ook een soort gifstof is. Ja. En we kunnen de verspreiding, met die prachtige foto's die Govert en ik hebben laten zien, die verspreiding van die gifstof, dat kunstlicht 's nachts, kunnen we gewoon in beeld brengen. Laten we dat nou niet overlappen met natuurgebieden. Laten we die natuurgebieden lichtvrij houden. Technologie, wetgeving en maar is er dan, ik hoor jou ook over, niet al te positief over de zomer- en wintertijd. Ja, daar moeten we, die zomertijd moeten we als eerste vanuit. Oké, okay. Ja. Dat zijn de 4. Dat mag wel duidelijk zijn. Oké, dankjewel. Ja, ik heb er niet zo heel veel aan toe te voegen. Wij zouden het prima kunnen vinden in zo'n regering, denk ik. Ik noemde die 2 dark sky parks in Nederland. Ja. De Amerikanen, waar dat hele concept begonnen is, die lachen zich een rotje als ze horen dat er in Nederland dark sky... Want het is hier natuurlijk nergens donker. Als je het westen van de VS gewend bent en je in de woestijn staat, dan slaat het nergens op. Maar voor ons is het heel goed dat wij gebieden aanwijzen waar we afspreken, hier gaan we de verlichting niet meer laten toenemen. Sterker, hier willen we het eigenlijk in de toekomst steeds minder laten worden. Dus het aantal dark sky gebieden zou veel hoger mogen worden. Ja. Er zijn voldoende plekken waar dat kan. Dat vind ik heel belangrijk. Over de snelwegen zijn we het helemaal eens. Ik zou ook zeggen, als wij in het laatste weekend van oktober, als heel veel gemeentes en overheden en bedrijven kunnen besluiten om in de nacht van de nacht de verlichting op hun gebouwen te doven, ja, kunnen we dat niet een keer doen, eens per maand in plaats van 1 keer per jaar. En dan een paar jaar later doen we het 1 per week. Het hoeft niet allemaal van de ene dag op de andere. Maar over 10 jaar zouden we er misschien toe kunnen overgaan om de openbare verlichting na, zeg nou eens 12 uur 's nachts gewoon helemaal te doven. Ja, dus een soort gewenning. Dus je bent een hele milde despoot, Govert. Ja, ik ben een milde despoot. Iets wat van belang is natuurlijk, is dat we dat ook dan vooral doen
in die trektijd van die vogels. Ah. En dat gebeurt nu in Amerika. Daar worden de eerste steden gezet. Er worden een aantal stadsbesturen overgehaald om daar de verlichting echt flink naar beneden te brengen op het moment dat die vogels in de herfsttrek of in de voorjaarstrekperiode zitten. Nou, er is een derde punt, en dat gebeurt gelukkig in sommige gemeentes al wel. Ja. Er bestaan tal van soorten verlichting. En natuurlijk vindt niemand het fijn om 's avonds, als je naar huis moet, om door een donker park. Dat wil je niemand aandoen. Dus je wil dat die paadjes, en fietspaden, wandelpaden verlicht zijn. Ja. Maar waarom zou je een lamp gebruiken die de helft van zijn energie omhoog straalt? Ja. Slaat gewoon helemaal nergens op. Dus laat je goed voorlichten. Dat is eigenlijk een oproep aan overheden. Want er bestaan voldoende armaturen die een heel fijn, mooi, warm, gezellig, vertrouwd, veilig licht geven op de plek waar het nodig is. Ja. En het niet daarbuiten doen. En wat dacht je van sterrenkundige club voor kinderen, voor de bewustwording? Meer daarvan? Voor? Nou, je vertelde zelf dat je als kind, maar wat was het nou, de sterrenkundige vereniging? Ja, er zijn meerdere clubs natuurlijk. Ik kan alleen maar reclame maken voor de JWG. Dat staat voor Jongerenwerkgroep. Ja. Die hebben een website, makkelijk te onthouden. sterrenkunde.nl/JWG. En dat is een club van amateurastronomen. Ja. Maar vanaf een jaar of 8 okay. kun je daar lid van worden. Ja. En je hebt kijkavonden, kampen, om zomers sterren te gaan kijken. Mooi. Verenigingen, een eigen tijdschrift om die sterrenhemel beter te leren. Ja. Als die club er niet was geweest, had ik hier niet gezeten vandaag, Jetsen. Meer van dat soort clubs dus ook? Ja. Ja, oké. Okay. Ik wil hierbij deze middag, ik wou al zeggen avond, maar het is nog steeds middag. Het is hier natuurlijk helemaal donker. Ja, ik moet voor de avondklok weer thuis zijn. Ja, je moet voor de avondklok weer thuis zijn. Ik wil nog even, aan het begin van deze middag, stipte ik kort aan dat u zelf mee kunt doen met het meten van die lichtvervuiling. En dat gaat op een manier waardoor u gaat sterren tellen in het sterrenbeeld van Orion. En dat doet u dat kan in de eerste 2 weken van februari en in de eerste 2 weken van maart. Meer informatie vindt u op de website van het forum. En als u zoekt op curious, dus nieuwsgierig in het Engels, vindt u zeker deze lichtmeetactie. Dus u bent van harte uitgenodigd om zelf dat ook te gaan meten. Ik wil even nog even een paar bedankjes doen voordat we deze middag afsluiten. Allereerst de professionals hier in het forum die dit allemaal zo goed voor elkaar hebben gekregen. En de redactie en alles. Geweldig. Natuurlijk Curious, het burgerwetenschapsinitiatief. Dat is de Rijksuniversiteit Groningen. De Aletta Jacob School of Public Health. Science Links, en dat is het Science Center van de Rijksuniversiteit Groningen. En natuurlijk Forum Groningen. Ik wil het publiek dat via platform F al die prachtige vragen heeft gesteld. En massaal is ook blijven hangen, wat ik geweldig vind. U vond het kennelijk interessant. Ik vond het ook erg interessant. Bedankt voor uw bijdrage. En last but not least, de sprekers Govert Schilling en Roelof Hut. Ik wens u een fijne avond. Veilig thuis voor Govert, voor de voor avond, Roelof. Voor het einde van de. En natuurlijk, en voor Roelof natuurlijk, voor beide. Dank u wel voor het kijken en tot de volgende keer. Dank allen. Dank.